De organisatiecommissie van de jeugdparlementsverkiezing onder leiding van Anil Gisaidoube is tevreden over de voorbereidingen. Nu is het afwachten om te zien hoeveel jongeren uiteindelijk naar de stembus gaan, zegt hij. De stembureaus gingen vanmorgen om 7 uur open en de jongeren hebben tot vanmiddag 6 uur de kans gehad om hun stem uit te brengen. De verwachting is dat rond 8 uur vanavond er in beeld is welke kandidaten gekozen zijn. In vergelijking met de algemene vrije en geheime verkiezingen wordt er niet gewerkt met een kiesdeler. De kandidaten met de meeste stemmen komen binnen. Landelijk waren er 343 stembureaus. Enkele stembureaus hadden wat opstartproblemen, maar die werden snel opgelost, geeft Gisaidoube aan. Bij deze verkiezing hebben wij een voordeel en dat is dat de stembureaus tot 6 uur open zijn. Ook op de schoollocaties. Vorige verkiezing was dat nog tot 1 uur op de schoollocaties. Dus dat soort beperkingen hebben we niet meer. Laten we hopen dat de jongeren massaal op afkomen. Op hun favoriete kandidaat te stemmen. We hebben in de media dat genoegzaam bekendheid aangegeven. Via social media, Facebook nog steeds, is heel grote hype. De jongeren onderling die zijn heel actief. We hebben een record aantal kandidaten. Nog nooit zoveel kandidaten gehad, 201. En die gaan... Dat is meer dan vorig jaar. Voor vorige verkiezing, ja. Vorige verkiezing hadden we 146. En nu zitten we met 55 meer. Dat is een geweldige groei. Dus we willen ook dezelfde groei hebben straks. In de opkomst van de stemgerechtigden. Dus we hebben ze genoegzaam geïnformeerd. Ze hebben tot 6 uur de tijd om hun stem uit te brengen. De kandidaten die kunnen ze dus ook nog beluisteren. We hebben de YouTube-channel. We hebben op de website alle video's. Dus die krijgen dan allemaal, ze kunnen in hun eigen tijd naar de kandidaten beluisteren en dan bewust kiezen. Het organiseren van de verkiezing was niet gemakkelijk, zegt Gisaidoube. Volgens hem is de slechte economische situatie een van de redenen daartoe. Er waren wat financiële beperkingen. Het is al onbekend dat wij in een financiële crisis zitten. Maar de regering heeft zich gecommitteerd en heeft daarom ook alle inspanningen gepleegd om de middelen vrij te maken. Zij het niet altijd even snel, maar als commissie in overleg met de directeur en de minister hebben wij dus de middelen vrij gehad en de voorbereidingen kunnen doen. Dus daarbij denken we aan de trainingen voor de kandidaten, promomateriaal, het drukken van de stembiljetten, het samenstellen van die stemkits, training van stembureaupersoneel en de distributie. Dus dat alles. Aldus Anil Gisaidoube, voorzitter van de organisatiecommissie van de verkiezing van het Nationaal Jeugdparlement. Vandaag werd de verkiezing van een nieuw jeugdparlement gehouden.